Jan, ik ben heel blij dat je hier bent. Werkelijk heel blij. Jij ook? Nou, een paar maanden geleden nog wel, maar naarmate de dag naderde, Erik. God allemachtig, zeg je, hoort van die gruwelijke verhalen van mensen die zich voorbereiden dagenlang. En ik heb dat ook gedaan. Het huwelijk is op de klippen gelopen. Meen je dat? Ja. Een van de twee is een basketspeler. Je weet wel wie, denk ik, inmiddels. Nou, in deze tijden van Paralympics, weet je dat nog? Ben jij een voetbalfan, Thomas? Ja, toch wel. Ja, serieus? Ja. En heb je Jan nog zien voetballen? Zo oud ben ik niet. Wat bedoel je? Zo oud ben ik nog niet. Nee, zo oud ben je niet. Nee, maar je hebt hem wel, je hebt weer zijn beeld. Ja. Jan, heb je dat gehoord? Ja, maar dat went wel, Erik. Ja. Ik ben er overheen, ja. Ik heb niet de illusie dat iemand nog weet dat ik een Anderlecht-speler ben. Maar ik nog wel. Ja, ja, ik ook. Ja. Nog Panini-stickers ingekleefd. Ja. Ja. Wat verwachten jullie van de kandidaten? Jan Mulder zie ik wel zitten. Het ziet er fris uit. Dat is vooral omdat hij het dichtste zit. Ja. Die andere twee zitten niet, die zitten te ver. Of dat ik Jan Mulder ken? Ja, of je een fan bent? Ja, grote fan. Wie is dat? Maar hoe heet het paard dan wel? Stop. Geen idee? Magali? Nee. Nee? Thomas? Nee. Nee? Pipi. Pipi. Oh. Ja. Als je kaka, pipi, ja, dat gaat hier... ja, dat had je kunnen raden, hè? Nee, paardrijden. Heb jij het wel eens gedaan, Jan? Paardrijden? Nee. Nee? Nooit gedaan? Nee. Zij werkt in een renpaardenbedrijf. En hoe heten de paarden daar, Magali? Diarree. We geven ze als, de paarden, als we ze verkopen, hebben nog geen naam. Het is de eigenaar. Het is een keer dat ze beginnen te lopen, dat ze dus een naam krijgen. Ja, ja. En dan zeker niet pipi of iets anders. Ik zou diarree pakken, dat loopt rapper. Het cognitieve vermogen van onze hersenen gaat achteruit vanaf de leeftijd van 45. Vroeger dan de 60 jaar die tot nog toe vrij algemeen werd aangenomen. Dat klopt wel, ja. Want mijn verstand is ook geweldig achteruit beginnen gaan in 45. Ik ken een Viagra-loopbaan. Ja, dat soort dingen. Dat is dat je zo snel omhoog gaat dat iedereen zegt, wat een lul, zeg. Zou het dus voor jullie zijn, moslim worden? Ik vind het wel iets, hè, mijn Youssef Geubels. Ja. Ja, dat moeten we ons wel laten besnijden, hè, vriend. Ja. Geen probleem. Nee. Ik kan nog wel een stukje missen. Weet je dat ze de vloerbekleding noemen in een moskee? Jij moet dat weten, jij het islam is niet. Islaminaat.